allemaal. Komen jullie allemaal voor de line-up? Ja? Gaan jullie dan met mij mee naar binnen? En dan gaan we papa en mama gaan we allemaal uitzwaaien. De kinderen gaan met ons mee naar binnen. Nou, dan gaan we eerst even naar de wc, want ze zijn allemaal wel zenuwachtig. Dus ze staan allemaal te trappelen om daar naartoe te gaan. Nou, dan gaan we omkleden en dan leggen we ze het even uit. We gaan het even precies doen hoe het eigenlijk op het veld ook gaat gebeuren. Zoek maar een plaatsje met een shirtje en een broekje. Ja, ze zijn wel gespannen meestal. Er zijn sommigen die vinden het allemaal hartstikke leuk. Ja, de rest natuurlijk ook wel. Maar er zijn kinderen die het heel gespannen vinden. Maar ze zijn altijd wel wat druk en springen en weten niet goed wat ze moeten doen. Als ze eenmaal binnen zijn en als ze aan het omkleden zijn, dan is het meestal helemaal goed. En hebben ze al vriendjes gemaakt, want het gaat erg snel met de kinderen. En sommigen die zijn helemaal niet zenuwachtig en die vinden het hartstikke leuk. En anderen zijn heel stil. Dus heel verschillend per kind. Ik ga jullie zo meteen precies uitleggen wat we gaan doen. Want jullie hebben vandaag natuurlijk een hele belangrijke taak. Hè? Jullie gaan die spelers zo meteen het veld opbrengen. En jullie de scheidsrechters. Nou, als die er niet waren, konden we sowieso niet voetballen. Hè? Nee. Nou, dan gaan we zo meteen hier buiten gaan we even oefenen. We gaan zo meteen naar beneden, door de perskamer, naar de spelerstunnel toe. Ja, nou, dan wachten we tot de spelers van de warming-up weer terug gaan naar de kleedkamer. Nou, als die in de kleedkamer zitten, gaan wij ons opstellen voor het veld. Dat doen we zoals we nu staan. Nou, dan gaan we even oefenen buiten het museum, hoe we het ook allemaal doen. En ook hoe ze voor de speler moeten staan met de handen op de rug. Het zijn wel vaak kinderen die zeggen van nou, we willen graag met die en die lopen, maar we weten nooit eigenlijk waar de spelers staan. Alleen de keeper weten we. Dus alleen de kinderen die met de keeper lopen, die weten met wie ze lopen. Maar de rest van de kinderen weet het niet. Goed zo. Nou, volgens mij snappen jullie het allemaal, of niet? Als er nog tijd over is, gaan ze even een rondje door het museum. Kunnen ze alles even zien. Gaan we naar beneden, in de spelerstunnel, dan wachten we op de spelers. En dan gaan we het veld op.
afloop zijn ze allemaal druk en allemaal enthousiast. En ik heb nog nooit er een kindje bij gehad wat het niet leuk vond. En ze willen allemaal nog een keer. Nou, dat is helaas bijna niet mogelijk. Ze vertellen allemaal aan elkaar met wie ze hebben gelopen. En of ze komen bij ons van met wie hebben we eigenlijk gelopen, dan weten ze het zelf niet eens. Dan is het allemaal zo druk, maar ja, ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Gaan we weer terug naar het museum toe en dan laten we ze allemaal weer omkleden. Nou, als ze dan naar huis gaan, krijgen ze een mooi tasje mee met wat drinken en wat eten erin. En dan brengen we ze naar de tribune toe en dan mogen ze de rest van de wedstrijd gaan kijken.